ik dit nog een keer, dan is het voor mezelf al klaar. Salam alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, Het is nog dinsdag. En met nog dinsdag bedoel ik dat ik de vlog start heel laat op de avond, 10 uur. Zoals de meeste van jullie weten, als je de vlog van gisteren hebt gecheckt, dan weet je dat ik 2 dagen achter elkaar niet heb geslapen. Dus op het moment dat ik thuis kwam, ben ik meteen knock-out gegaan, geslapen voor een aantal uurtjes, opgestaan, vloggen, edit, uploaden, weer in slaap gevallen. En nu ben ik weer hier. Ik ga gewoon even naar buiten om even bij te komen, even frisse lucht te halen. Dat is heel belangrijk, mensen. Wat ga ik nog meer? Ik moet even goed met jullie praten. Even heel goed. En ondertussen word ik donkerder en begin ik minder. Wat is dit? Oei. Maar goed, laat de dag maar beginnen. Laat de avond maar beginnen. En ik zeg, pop. Dat werd even een hele paniek aanval, mensen. In de zin van, ik wist niet meer waar de autosleutel was van deze auto. Ik was naar de nachtwinkel geweest om even een paar dingetjes te halen. En op een gegeven moment stapte ik in deze auto. Ik dacht bij mezelf van, wacht, ik wil even die auto aanzetten of zo. Want iets met die remlicht, ik weet niet wat. Maar ik zocht zo die sleutel, kon niet vinden. Ik deze hele auto doorzocht, kon hem niet vinden. Ben naar boven gegaan naar mijn huis. Ook kon hem ook niet vinden. Terug naar de nachtwinkel geweest om daar te vragen. Uiteindelijk ging zelfs JK bellen van, joh, heb je reserve sleutel of iets? Hij zegt, nee, rustig aan. Even zoeken, even geduld, even nadenken. Kijk zo, oh ja, ik ging hem met de achterbak. Ik had hem daar op die ding gelaten. Hele stress. Dat gevoel van, dat je iets zoekt, maar bijvoorbeeld dit is een afstandsbediening. En je zegt, waar is de afstandsbediening? Terwijl je hem gewoon in je handen vast hebt. Zo'n moment had ik. Maar goed mensen, waar ik het even met jullie over wilde hebben. Ik heb vandaag 5 uurtjes geslapen, van 12 tot 5 uur. Ben even opgeladen weer. Er waren een aantal dingen gebeurd gisteren. Ik ga er niet te veel op in of wat dan ook. Weet je, het is ook niet heel erg relevant. Maar het heeft mij wel doen denken en het heeft mij wel een paar dingen geleerd. Weet je, vergeet nooit iets mensen. Het is nooit te laat om te leren. Ik bedoel, je bent nooit te oud om te leren. Dat was het, sorry. Je bent nooit te oud om te leren. Of je kan zoveel bereikt hebben in je leven. Je kan zoveel gezien en gedaan hebben in je leven. Je kan zoveel weten van dit leven. Je gaat dingen meemaken waarvan je gaat leren. Echt waar. En vandaag, ik bedoel gisteren, was zo'n dag een hele goede leermoment ook voor mij. En mensen, wat kan ik zeggen? Ik ben iemand, voor mij staat bijvoorbeeld respect heel erg hoog. Snap je? Als je respect geeft voor dingen of je hebt respect voor iets of voor iemand, dan moet je die respect minimaal terugkrijgen, snap je? Al doet diegene iets slechts, als jij iets goeds doet, zijn woorden van JK, als jij iets goeds doet, dan kan je tegen diegene zeggen van, yo, vorige keer was je slecht voor me, maar nu, weet je, wil ik dat je weer goed voor me bent. Dus, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom mensen, respect is heel belangrijk. Ook voor, je weet toch, voor alles en iedereen. Voor je ouders ook, heel belangrijk. Heb je respect voor je ouders, echt waar. Voor je moeder op nummer 1. Vader, respect. Tante, familie, weet ik veel wat. Heb respect voor ze. Praat respectvol. Want respect is het allerbelangrijkste mensen. Als je geen respect hebt in dit leven, of je kan geen respect tonen, dan ga je niet ver komen. En voor de mensen die niet weten wat respect is. Respect is gewoon netjes. Praat correct. Wees eerlijk, wees duidelijk. Snap je? Je moeder ze zegt iets of ze vindt iets van iets en jij denkt van je bent totaal niet ermee eens, dan is het niet disrespectvol om te zeggen van ja, maar ik snap wat je bedoelt, alleen bij mij ligt het zo. Dat is niet disrespectvol. Dat is gewoon, ja. Ik weet ook niet waarom ik dit hele verhaal vertel over disrespect, maar dat is gewoon iets wat heel belangrijk is voor mij en dat vind ik gewoon nodig om dat met jullie te delen. Het is echt een uitlaatklep voor me geworden, deze vlogs, weet je. Nu al helemaal deze aankomende nachten, deze aankomende 2 weken. Ik hoop dat het makkelijker gaat worden. De eerste 2 dagen waren zwaar voor me. In de zin van het zeven, alles omdraaien. Ik hoop dat deze aankomende dagen het makkelijker gaat worden. En ik wil het ook officieel gaan bekendmaken binnenkort. Het zal dan waarschijnlijk morgen worden. Vandaag heb ik niet echt de tijd gehad om dingen daarvoor te regelen. Ik wil het natuurlijk wel een beetje leuk aanpakken. En dus dan wil ik het even duidelijk maken wat ik precies doe bij Fanix. En wat de aankomende tijd voor mij gaat opleveren. Of wat het allemaal gaat betekenen. En jullie zijn natuurlijk een onderdeel van mijn leven geworden. En ook een onderdeel van wat ik allemaal doe. Dus dan zijn jullie zeker
hebben jullie zeker het recht om te weten wat ik precies ga doen. En dan is het een beetje raar. Ik heb het al veel te lang geheim gehouden en zo. Maar dat gaat allemaal nog wel naar buiten komen, mensen. En ik ga het allemaal nog wel vertellen. Ja, ik ben gewoon in de auto gaan zitten om even te chillen. Gewoon even bijkomen, even frisse lucht. Ik ga zo weer naar binnen. Ga ik even mijn dingen voorbereiden voor straks. En dan ga ik zo meteen weer richting Phoenix. Volg! Het is de volgende dag. Ik weet niet eens hoe ik dit ga uitleggen, joh. Ik lach, maar ik kan eigenlijk wel janken, mensen. Even serieus. Ik heb... Die kat komt weer. Ik heb iets gedaan wat nog nooit, als het goed is nog nooit, iemand bij Phoenix heeft gedaan. En het is niet iets om trots op te zijn, maar ik zeg het meer in de zin van... Dit is zo raar en bizar dat het bij mij overkomt. Want ik ben altijd iemand, als ik een afspraak met iemand heb, of als ik een afspraak überhaupt heb om iets te doen, dan ben ik er meestal altijd op tijd of eerder. Mocht dat niet zo zijn, dan geef ik dat van tevoren altijd aan. En want ik haat het wanneer iemand te laat is, of wanneer ik zelf te laat kom. Ik weet niet, dan krijg ik een soort van bepaalde druk en alles. Gisteravond, nadat ik met jullie ging praten, met jou ging praten in de auto, was ik dus naar huis gegaan. Ik was gewoon naar boven gegaan. Ik was even naar de nachtwinkel. Toen we even wat frisse lucht halen. Even mijn hoofd weer een beetje leegmaken. Dus ik ging naar boven toe. Ik dacht van, weet je wat, ik ga even een filmpje kijken. Daarna ga ik aan de slag met wat ik zeg maar daar bij Phoenix moet doen. En dan ga ik iets eerder nog daar naartoe. Om het even rustig weer toch even alles klaar te zetten en alles. Zodat ik gewoon keihard tegenaan kan gaan. En ik weet niet wat het was. Maar op een bepaald moment. Ik had ook nog gewoon licht aan in mijn camera en alles. Op een gegeven moment zat ik zo in een filmpje, dat ik gewoon, op het moment dat ik weer mijn ogen opendeed, ik deed heel even mijn ogen dicht, toen ik hem weer opendeed, werd ik wakker gebeld. Door degene die daarvoor, zeg maar, zit bij mij. Die, van wie ik het, zeg maar, moet overnemen daar. Die belde me. 4 minuten voordat ik daar aanwezig moest zijn. Dus, ik had geen dinges uitgeschreven, ik wist niet wat ik daar zou gaan doen. Ik ben te laat, dat sowieso, dus ik kon nog daar naartoe rijden. Maar wat ik daar ga doen, ik zou het helemaal gaan verpesten. Dan had je, in mijn eerste week gebeurt het meteen al. En ik heb het zelf aangegeven van, gebeurt dit nog een keer? Ik denk het niet, ik hoop het niet. Ik weet dat het niet gaat gebeuren nog een keer. Maar gebeurt dit nog een keer, dan is het voor mezelf al klaar. Want dan vind ik dat ik gewoon, nee, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon over en uit. Heb ik zelf ook aangegeven. Maar het zal nu nog een beetje vaag zijn voor jou als je niet snapt wat ik precies bedoel. De vlog van morgen ga ik dat allemaal uitleggen. Dit is een hele domme, stomme, kleine praat, domme praatvlog. Ja, ik zei 3-4 keer domme, stomme. Maar dit is een hele domme, stomme praatvlog. Waarin ik gewoon loop te klagen over wat ik heb gedaan en over wat voor domme dingen ik heb gedaan deze afgelopen dagen. Maar dit doe ik expres. Ik neem het ook expres op, want ik kijk mijn vlogs altijd later weer terug. En dan is het een herinnering voor mezelf. Dan weet ik van oké, vanaf nu moet alles weer straight zijn. Alles moet gewoon weer goed gaan. Ik kan niet gaan sjoemelen of wat dan ook. Sjoemelen. Moet het gewoon weer goed oppakken. En dat is ook de reden waarom ook de vlogs... Eigenlijk de vlogs zijn ook een beetje voor mezelf. Klinkt misschien egoïstisch, maar het is ook een beetje voor mezelf. Waarom? Zodat ik het later kan terugkijken. Zodat ik kan weten, oké, dat heb ik op dat moment gedaan. Het is een, weet toch, een reminder. Ik ben best wel vergeetachtig met een heleboel dingen, vooral met namen. Maar met de vlog dan herinner je gelijk van, oh ja, dat zus en zo. En dit is een hele belangrijke. Voor mij dan. Voor jou misschien niet, maar voor mij wel. Dus toekomst, Yusuf, als jij dit kijkt, geef jezelf nu platte hand. Nog een keer aan de andere kant. Doe even zo bij je hoofd, even krabben. En sla je zelf nog een keer. Goed zo. Ik wilde zelfs eigenlijk helemaal geen vlog maken vandaag. Ik wilde een dagje overslaan, omdat ik de hele tijd heb geslapen. En toen ik op ben gestaan, ben ik met jullie gaan praten. Wat natuurlijk niet altijd even leuk is. Vaak wil je gewoon toffe dingen zien, weet je. Zo'n bruiloft, dat is natuurlijk heel tof. Werd ook massaal geliefd door iedereen. Iedereen vond het helemaal tof om te zien al die auto's, vlaggen, dat soort dingen. Maar dit is wat anders. En weet je wat, ik vind toch wel dat ik... Zoals mensen vaak vragen mensen aan mij van... Hoe kan je dat doen, elke dag vloggen? Hoe kan je dat? Hoe kan je elke dag iets interessants hebben? Af en toe heb je toch helemaal geen zin erin? Ja, maar dan toch vind ik mezelf... Push ik mezelf om het toch te doen. Om toch te laten weten van hoe en wat. Snap je? Een vlog hoeft niet elke dag helemaal perfect te zijn. Als ik een perfecte vlog wil, dan film ik een hele week... Wat ik aan het doen ben. En dan heb ik een super, super, mega, super vlog.
Dan knip ik die bij elkaar, heb ik 35 minuten in een vlog en dan is dat een super mega vlog. Dat kan. Nu zijn dit gewoon kleine super vlogjes bij elkaar. Snap je? Klinkt misschien heel raar, voor mij klinkt het heel logisch. Voor de rest mensen, ik heb gewoon niet veel om tegen jullie te vertellen. Ik moet gewoon doorgaan met mijn dag, ik moet gewoon doorgaan met mijn leven en iedereen moet dat doen. Dus ik ga ook de vlog hier afsluiten. Excuses mensen dat de vlog niet zo denderend was en dat het niet zo heel leuk was misschien om naar te kijken. Misschien, ja, sommige mensen vinden het weer wel leuk, sommige mensen weer niet. Excuses daarvoor, maar vond je het toch nog leuk? Doe even blij, denk ik wel. Vergeet natuurlijk niet op te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onder reacties achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Ik maar in de tijd was gebroken diep van binnen, maar ik toonde never iets. Stranden bleef bedwingen en daarbij liet ik dit zien. Ik verloren op mijn paard, wist zelfs niet waar ik was. De zuiver van ik hield, stak me